De wielrenners stappen op de rollenbank. En voetballers gaan gewoon op de bank ja. zitten. En het niks. Het nee. kan niks, niks uitlopen. Onszelf. Terwijl ze doen wel aan warming up. Zien we altijd ja. voor de wedstrijd. En ja. ook in de rust gaan de wissels. Ja, dat is juist. Warmspelen. Maar als je van het veld afkomt. Beetje is rekken, klaar. strekken, noem maar op. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik. Middle-aged man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over: Is een cooling down na het sporten zinvol of onzin? Het lijkt de normaalste zaak van de wereld. Even rustig dribbelen of uitfietsen na een training. Maar terwijl wielrenners na een loodzware etappe nog minutenlang op de rollen trappen, mogen voetballers na een wissel direct op de bank plaatsnemen. Vergeten ze het misschien? Of heeft een cooling down eigenlijk helemaal geen nut? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Gerrit. Het is weer vrijdag. Het is tijd uh, naar uh, intensieve periode, hard werken, veel trainen. Ja. Ja. Tijd om een stapje terug te doen. <laughs> een kleine cooling down. Ja. ja, daar gaan we het vandaag over hebben. De cooling down. Wat is het en uh, heeft het eigenlijk nut? Of in ieder geval is dat nut ooit wetenschappelijk onderzocht en bewezen. Yep. Uh, we gaan ook weer lekker even zoomen met Vroemen. Kijken of hij zijn atleten een cooling-down-routine aanbeveelt. En waarom en wat dan. Of dat het hem niks uitmaakt. Um, interessante tegenstelling die je daar spot in de intro-tekst: Wielrenners stappen op de rollenbank. En voetballers gaan gewoon op de bank ja. zitten. Nou, daar begint. Ja, ik ben kritisch misschien als ik naar sport kijk. En dat, veel, dat valt mij toch continu op. Vooral die voetballers. Die krijgen nog hoogstens een hesje, misschien. Ja. En dan gaan ze ja, tegenwoordig op tribune vaak of zo. Of het doet niks. Je kan nee. niks, niks uitlopen. Of Terwijl ze zelf... doen wel aan warming up zien we altijd ja. voor de wedstrijd. En ja. ook in de rust gaan de wissels ja. zich warm, uh, ja. rennen, warm spelen. Ja. Uh, maar als je van het veld af komt, beetje is Een beetje rekken, klaar. strekken, noem maar op. Ja, tenzij ze natuurlijk misschien na afloop uh, in de kleedkamers nog uitgebreid in een uh, koud bad gaan. Of ja. een hete sauna, ja. dat weten ja. we allemaal niet natuurlijk. Terwijl juist die wielrenners, dat is echt iets van de laatste jaren. Dus de Sky is daarmee begonnen, met de marginal gains denk je dan aan. Ja. Dat die toch stevig die rollers hebben staan hè. Ja, hebben ze al een van vijf uur nee, heb je al een uren, uren, uren op de fiets ja. gezeten en dan uitfietsen. En dat herinner ik me ook bij die docu van Jumbo-Visma met, met Tom Dumoulin. Van nee, toch even snel als je nog kan, toch even uitfietsen. Uh, Volgens ja. mij was uh, Benjamin de Bruin. Die heeft mij toen, die kennen we wel, heeft wel vaker gereageerd. Die hebt toen zoiets van, ja, dat zou je ook eens een keer moeten uitzoeken. Ah, dus dat het is weer uitfietsen. een onderwerp ja. naar aanleiding van kijkersreacties. En toen dacht ik, ik ben dus niet de enige die dat opvalt. Ja. En ja, ergens... Nou ja, dan gaan we weer logisch denken. Dan denk je, ja, waarom zou je dus geen warming-up of een cooling down doen? Nou, laten we even bij onszelf beginnen. Ja. Voordat we naar de topsport en de wetenschap gaan kijken. Ben jij een vervente cooling downer? Ben ik een vervente cooling downer? Dan denk ik uh, niet bewust. Nee. Kijk, je hebt een actieve cooling down en een passieve. Hè? De passieve hebben we natuurlijk, dit grijpt wel terug naar aflevering 2 over herstel in de wat breedste zin. Inmiddels, woord. en dat is ook wel ja. een kleine redactionele hint waarom we het over hebben. Onze meest bekeken en beluisterde aflevering ooit is uh, over het boek Good To Go. Ja. Waarin Christy Ashwin dan eigenlijk alle verschillende methodes van herstel onder de loep neemt. En eigenlijk de meeste tot onzin verklaart, behalve goed slapen. Ja. Maar goed, terug naar jou. Ben jij cooling down? Een actief, passief? Nou, cooling down? kijk, als ik ga uh, uh, fietsen, dan ja, sprint ik meestal, denk ik, toch wel tot een bepaald naambordje, plaatsnaambordje of iets, als ik met een groepje ben. En daarna is het toch uh, in een rustiger tempo naar huis fietsen. Ja. Maar is dat bewust? Dat is soms maar, maar drie minuten misschien. Ja. Dus ik, uh, ja, dat zou je een stukje actieve cooling down kunnen doen. Uh, als ik thuis kom, ga ik niet in een, uh, in een ijskoud bad of iets zetten. Uh, nee, het werkt zitten. ook niet. Hè? We hebben al lang nee. aangetoond. Maar ik ga nu even... Oh, oh zo'n cooling uh, down. En met hardlopen is down. inderdaad naar nou, hoogst. Dat is misschien de laatste. Kijk, met de UATT ben ik een tijdje niet geweest. Uh, dat, daar wordt wel veel aandacht aan besteed natuurlijk. Op het eind nog even wat rust. Ja, de looptrainingen en zo, hè? Altijd ja. terug uh, dribbelen. Ja, uh. Uh, een beetje rekken, strekken hoort daar dan vaak ook bij. Dus die dingen lopen wel door elkaar heen als we het over cooling down hebben. Maar voor, dit, uh, voor de aflevering actieve cooling down bedoelen we eigenlijk... Ja, dat jij nog steeds de beweging uitvoert die jij geoefend hebt, of ja. getraind hebt. Alleen dan in een lager tempo... En dat doe je dan eigenlijk direct na de training tot, ja, pak hem mee max een half uur daarna zoiets. En als we kijken naar een zware wieleretappe of een voetbalwedstrijd, hebben ja. we dus onder wedstrijd druk. Dus laten we eens naar die wedstrijden gaan. Als jij een uh, 10 kilometer hardloopwedstrijdje hebt gedaan. Of een dritmon uh, hebt gedaan. ga je ja, dan... dan vergeet ik het heel snel. Inderdaad. Sowieso, hè? Ja, ja. ja. dan uh, precies, want dan zit het niet echt in de routine. Of en dan denk je ook eigenlijk van nou ja, de komende week ga ik toch niks doen. Of. Uh, nou, en dus ik denk dat komen? daar misschien wel meteen de sleutel zit in het verschil tussen voetballers en wielrenners. Die voetballers hebben de dag daarna natuurlijk vrij. Ja. En die wielrenners, die moeten daarna weer een etappe. Maar dat is. Uh, Mogelijk, ja, je indrukken. gaat je afvragen, nou ja, waarom zou je het wel of niet doen? Ja. He? Ja, je denkt zo, sowieso. Ik aardig. doe het zelf volgens mij niet actief. Nee. Anders dan nee, bij wedstrijden herken ik het zeker niet. En bij trainingen doe ik een beetje wat jij schetst, maar misschien nog minder. Dus inderdaad, als ik gefietst heb, ja. doe ik de laatste 500 meter of zo schakelijk terug, weet je wel. Schakelijk ja, even precies. lichter. Ja. Met lopen. Nou, ik oh, probeer ja. even ja. nog wat wandel te wandelen ofzo, voordat ik precies. meteen uh, ja. neerplof. Zwem, de zwemtraining waar u te is natuurlijk ook de laatste vijf minuten even uitzwemmen. Ja. En ik heb verschillende... wel bij mijn twee marathons in Rotterdam me ingeschreven toen voor de massage na afloop. Ja. Dus weer wat anders, geen ja. cooling down, maar is natuurlijk wel wellicht. Een... Dat noemen we een passieve cooling down eigenlijk. Ja. Als ja. We het, uh, voor, voor, voor deze aflevering moet nog wel even denken. Ja, ik, nou ja ik, iets, iets wat me nog steeds, daar heb ik niet, niet goed uitgeplozen, maar dat is een uh, discussie die kwam ik tegen in sportgericht wat 2008. Ja. Sportgeregenheden. Het vakblad voor, voor uh, trainers, ja, coaches. Daar is natuurlijk een onderwerp wat daar ook wel in terugkomt. Alleen was het een hele andere soort context. En dan ging het om het aanleren van bewegingen, mm -hmm. motorisch leren. Waarbij je natuurlijk een beweging traint, oefent. We technisch lopen, of maak het nog ingewikkelder, discus werpen of speer. Nou ja. En um, wat ik, ik heb dat uh, toen gelezen. Er was een discussie eigenlijk. Iemand zei: ja, nou, daarna is het herstel hartstikke belangrijk. En het herstel is niet zozeer oh, is spieren die moeten herstellen. Hè? Daar hebben we het over gehad, adaptatie. Uh, er zijn dingetjes uh, stuk misschien, er komt een ontstekingsreactie, moet opgeruimd worden, nieuwe spiereiwitten aangemaakt. Maar het gaat daarbij ook om coördinatie, uh, de uitvoering van die complexe beweging. Waarbij je eigenlijk teruggrijpt natuurlijk, uh, het begint ergens in de hersenen, het motorisch ja. centrum. En er was toen daar nog toen de gedachte, en ik weet eigenlijk helemaal niet hoe dat nu precies zit, van ja, je moet dan het lichaam de rust geven om die beweging in te doen als het ware in te laten slijten of in te laten dalen, ook in de hersenen. Ja. En uh, ja. De, en dan zou dus het belang zijn om, om dezelfde technische beweging ja. te maken van nou zwemmen, speerwerpen, wat even, maar onder minder ja. druk. Nou, die minder, schrijver oh. had toen een beetje een uh, ja, een beetje hilarisch wel bracht hij het. zei, die eigenlijk zou je dus na vooral sprinters bijvoorbeeld die echt even vol zijn gaan en goed technisch hebben gelopen, die zou je na afloop meteen moeten optillen en dan thuis in bed moeten gaan leggen. Dat is een beetje, nou ja, om het even scherp te zetten. Want wat doen zij als zij daarna nog gaan dribbelen... en een hele an, met andere passen, mm, paslengte, mm, mm, noem maar op. Mm. Maar je kan ook zeggen, ik bij de uatt training uh, lopen... ja, ja dan fiets ik naar het beginnetje. Dan kom ja. ik samen met Mees, bijvoorbeeld. Ja. ja, hello. En dan, daarna fiets ik weer naar huis... En da daar moest ik aan denken. En dan aan zou je kunnen betogen dat is de verkeerde ja, uh, neuromusculaire dan, precies, training. Ja, dan ga je thuis herstellen. En dan is je lichaam al een beetje vergeten van waar jou, uh, wat je getraind hebt, zeg maar, neuromusculair. Exact. Ik heb dat niet opgevolgd. Uh, ja, je niet kan verder dat, opgezocht. Nee, nee. maar toen dacht ik, ja, dat is, eigenlijk, dat is wel een interessante gedachte natuurlijk van... Waarom, uh, ja, waarom je waarom twijfels je je kan het? hebben bij een ja. cooling down. Ja. ja, waarom doe je het? Hey, even terug. Ik merk, we zijn er vol ingeschoten. Normaal heb ik een mooie kapstok in deze aflevering. Ja. En dan beginnen we altijd bij de basis. Wat is het? Nu heb ik iets anders gedaan Ik ben begonnen bij: doe jij het? Maar dan schieten we eigenlijk al gelijk het onderwerp in. Dus dan ja. even een stap terug. Een cooling down. Ik hoor je al onderscheid maken: passief cooling down, actief cooling down. Wat is het? Waar hebben we het over vandaag? En wat zou het moeten doen? Ja, dan, dan hou ik me vast een beetje aan het artikel waar we gaan, eigenlijk gaan we spreken, is van Bas van Horen. Dat is ook een, uh, is een redactielid van Sportgericht. En even een zijstapje. Ik uh, doe uh, momenteel met een onderzoekje mee van Bas naar uh, sportblessures, hardloopblessures. Ja. Heb ik Hoe is het met blessures? Spalen zo. Nou, eigenlijk gaat het heel goed. gaat het heel goed. goed. Ja. ja, en ik heb zoltjes gekregen. Die dus mijn, uh, ja, mijn, uh, die heb ik in mijn hardloopschoenen gelegd. Heel fancy, er zit een app bij. Ja. En dan kan ik na afloop een beetje zien van, nou ja, mijn grondcontacttijden. Slimme zoltjes. Ja. Oeh, en aan de gaan de hand, we nog een keer met Bas over praten. Eigenlijk zo? van het algoritme gaan ze dan kijken. Ja, uh, mijn manier van lopen nodigt dat uit tot overbelasting en dus blessures. Maar die jongens is uh, best wel uh, breed georiënteerd. Schrijft veel verschillende stukken. Dit was een stuk op zijn website. Met veel aandacht gelezen. En daar, daar definieert hij eigenlijk cooling down als de nou, actieve cooling down. Als, het, als de fase waarin je dezelfde beweging die je getraind hebt. binnen in ieder geval een uur uh, na afloop van die training of wedstrijd nog gaat uitvoeren. Maar wel met een lagere uh, lager intensiteit. En meestal do, doe je daar misschien 15 à 20 minuten over. Ja. Ik denk dat iedereen zich daar wel in herkent. Laat ja. Een beetje uit, rustig uitfietsen, lagere versnelling of. Uh, uitdribbelen op die manier. Vaak wordt het inderdaad wat hij ook constateert gecombineerd met een beetje rekken strekken. Ja. Uh, en hij heeft eigenlijk de hele literatuur uitgeplozen en dan een... Wordt daar nog een bepaalde duur of afstand op voorgeschreven gerelateerd nee. tot de inspanning of absoluut? Dat het... of kijk wat hij ook beschrijft is dat uh, is best wel een, een janboel van studies. Ja. Ja, dan, dan kom je ja en als je daar dan weer onderscheid in wil gaan maken, hij heeft puur gezegd het is ook een narratief uh, review. Dus dat wil niet zeggen dat hij. Wat is, uh, dat is een wetenschappelijke term die ik niet zo vaak ja, hoor in de podcast. Ja, dat is tegenwoordig ook in. Ik ben ook. Uh, dan gaan mensen toch eigenlijk verhalend een beetje de literatuur op een rij zetten. Oké. Okay. En dat betekent dus niet dat hij alle studies precies op, uh, ja, op op waarde precies gaat schatten van dit is een waardeloze Maar meer studies. beschrijvend. Ja. Oké. Okay. En en daarmee eigenlijk de lezer iets geeft van de, aangeeft van, nou ja. Vooralsnog geven de studies dit gaan die, die richting op. Ja. Of, uh, en je ziet andere, echt die meta-analyses, die zijn een stuk uh, zorgvuldiger daarin. Die komen ook uit op echt een gewogen gemiddelde van wat is nou echt het gemiddelde effect door, van een door de wetenschap genomen. Ja, ja, dat is dit niet. Afhankelijk misschien zelfs van het aantal uh, deelnemers aan zo'n studie en, en uh, hoe goed de, of de controlegroep. Nou, controlegroep is in dit soort onderzoek ook al natuurlijk lastig. Uh, nou ja, in principe... Omdat je niet kan isoleren voor de verschillen tussen personen. Dus die... ik kan wel, jij doet een cooling down en ja, ik niet... maar precies. er zijn zoveel andere factoren ja, die Dus dat je bepaalt. doet gewoon een groep, geef je een actieve cooling down... en de, een andere groep doe je eigenlijk een passieve cooling down. Dat ja. is toch wel, daar wordt het vaak wel mee vergeleken. Dus die mogen rustig gaan zitten of die... Uh, ja, eventueel een ijsbad of een sauna, maar... Of, of die doen eigenlijk niks. Dat is denk ik de netste manier. En wat je dan gaat doen... dan ga je eens kijken naar een aantal parameters... die voor jou interessant zijn... en waarom je ziet... heeft die cooling down daar een effect op? Ja, want dan komen we op mijn volgende vraag... Waarom? waarom cooling down? Ja. Hè? Want dit is wat het is. Nou, als je al zegt hoe je dat bestudeert... dan kom je ook al... Nou, waar zoek je dan naar? Ja. Wat, wat zijn dan de ja. parameters waar je verbetering nou ja, op kunt zien? ja, dan ga je zien? zelf denk ik ook nadenken... waarom zou je een cooling down doen? En dan denk ik meteen aan spierpijn. Ik wou zeggen, ik heb altijd ja, geleerd toch? dat verminderd spierpijn... Ja. en spierpijn is dus de ontstekingsreactie in de spieren... die hard gewerkt ja, hebben. Ja, klopt. En dat is meestal, dat, dat wordt onderscheid. Toch? Dat is spierpijn, toch? Ja. Ik zeg dat nu eigenlijk zo. Ja, ja, nou, ja, dat klopt. Ja. En dan heb je eigenlijk... Nee, er wordt altijd klassiek de spierpijn die je hebt net na afloop. Ja. Ja, dat is eigenlijk gewoon... Ja, dan moet uh, ik denken, maar dat is waarschijnlijk afvalstof. Ja, er nou, ja. wordt altijd ja. inderdaad verzuring, maar eigenlijk hebben we het eerder over gehad. Nou, kijk, lactaat is helemaal geen verkeerde stof wat dat nee. betreft. Uh, um, dus dat is lastig. Maar eigenlijk heb je over die, die de, de DOMS wordt dan gezegd, delayed onset muscle soreness. Oké. Okay. Dat is de vertraagde spierpijn na meestal twee dagen die je dan hebt... En dat heeft inderdaad, dan is die ontstekingsreactie in volle gang. Heeft een beetje oedem dus uh, vochtvorming, hè? Je spieren of het been wordt wat dikker. Er mm -hmm. komen ontstekingscellen, die, uh, die geven allemaal stofjes af, histamine. Maar nogmaals, voor mensen die nu voor het eerst naar de slimme versteren podcast luisteren, dat is niet per se slecht. Nee, dat dit is klinkt eigenlijk... allemaal heel erg, maar dit is ja. juist het proces van het lichaam om sterker te worden ja. en zich te herstellen. Het lichaam heeft een, 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 een klap gekregen door een bepaalde stimulus. En het lichaam uh, reageert. Denkt van hé, hey, hier waren we nog niet helemaal tegen bestand. Dit gaan we fixen. Onze spieren, dus de volgende keer moeten we dat wel zijn. Dit gaan we fixen, inderdaad. Ja. En de enige manier is uh, om hem sterker te maken. Dat betekent eerst uh, de kapotte boel eigenlijk of de en de zwakke boel opruimen en daarna de, de nieuwe sterke troepen naar binnen ja. halen ja. en uh, daar neerzetten. Dus dat is spierpijn, inderdaad. En dat spierpijn heeft natuurlijk meerdere vormen. Het gevoel puur, subjectief. Dan ga je eigenlijk mensen vragen: hey, uh, op een schaal Ervaar van. Ervaar jij spierpijn? Ja. ja. Een schaal van 0 tot 10 kun je gebruiken, 0 tot 5 of, of met smileys werken. Ja. Je kan dat ook eigenlijk proberen op een objectievere manier te meten door uh, naar bepaalde uh, stoffen uit de spier te kijken en zien we vaak. Met een biopt of zo of neem je dan, ja, neem je je bloed, dan bloed af? Ja, ja. En dan, want als je spierschade hebt, echt. Ja. Dan komt er bijvoorbeeld enzym als creatine, kinase. Dit is echt in overvloed aanwezig. Het is een heel belangrijk enzym. Dus voor de hele snelle inspanning uh, wordt die, is die al werkzaam. Of myoglobine. Er zijn een aantal van die enzymen. Die zitten, nou, daar heb je heel veel van in spieren. Als je spieren stuk gaan, dan lekken die naar buiten. En ze dus kun je meten in je bloed. Ja, en ja. Dat, dat gaat inderdaad. Spierpijn na nou, die twee dagen gaat ook gepaard met een piek in een bepaalde. In van van, en dan, ja, er wordt vaak gemeten. Nou, spierpijn-spierschade. Je kan denken aan een soort stijfheid. Stijfheid van spieren, ja dan ja, denk dus weer ik weer meer kwalitatief, toch? Hoe makkelijk beweeg je? Ja, maar dat is ook uh, deels kan je dat natuurlijk meten. Daar zit denk ik ook wel een stukje pezen bij je. Uh, bijvoorbeeld een uh, ja, een, ergens naar, naar rijken, terwijl hm. je bijvoorbeeld op de grond zit nou, ja, nou, en dan kijken hoe dan ver je bent. Ja, ja. ja. lenigheid soort ja. van meten. Ja, uh, die testen zijn er wel, en je kan volgens mij ook uh, ja, een soort mobiliteit meten, hè? van nou joh, in welke graden, hoeken kan jij je benen of armen bewegen. Dus er zijn wel objectievere maten voor. Exact. Stijfheid. En daarna even kijken, is puur, nou ja, sneller herstel hebben we het dan vaak ook over. Hè? En dat betekent eigenlijk, ga je kijken, hey, kun je sneller, uh, door sneller herstel ben jij, uh, kun je beter presteren na... Nou, ja. Een x aantal dagen. Ik moet denken aan onze aflevering met Stefan van der Zwaard over kwalitatieve data. Ja. Readiness to train. Precies. Ik kan me voorstellen dat dat een ja. belangrijke parameter ja. is. Heb ik zin en voel ik energie ja. om weer te gaan? Daaraan gekoppeld uh, slaap ik beter? Is mijn stemming na afloop van. Want de, even omgedraaid, de dagen is als je beter? intensief getraind en gesport hebt. en of dat dan de cooling down ermee te maken heeft of niet, dat komen we zo achter. Maar heeft dat een negatief effect op de kwaliteit van slaap? Uh, intensief. Nou ja. Als, in, is... als je de kwaliteit van slaap zou kunnen gebruiken als indicator of mm -hmm. een cooling-down effect heeft of ja. niet, dan, dan veronderstel je dus dat spierschade of inspanningsschade. Ja, ja. Uh... nou ja, je kan in ieder geval mensen vragen, en dat gebeurt dan ook in die studies. Oké, okay, uh, je kan ze vragen hoeveel uh, heb je geslapen voor je gevoel? Ja. Je kan eventueel met, met uh, sensoren natuurlijk meten. Uh, meten echt. En dat is dan ook echt wel gebeurd. Ja, um... nou omdat... en ik ben natuurlijk aan het nadenken waar we zo naartoe gaan... wat we geleerd hebben uit aflevering 2... maar ook van ons gesprek met Casper Jansen... de mm -hmm. slaapdokter noem ik hem hier altijd... over het enige wat echt helpt voor herstel... is veel, of in ieder geval genoeg en, en goed ja. slapen. Ja. Dus ik ben nu even heel benieuwd... als we nou dadelijk erachter gaan komen... dat een cooling down misschien ja. zorgt dat je zeker. beter slaapt... dan is het natuurlijk winst. Klopt. Dat gaan we zo leren. Dus ja. ik wil eerst even zeker weten... het is dus zo dat inderdaad... Uh, de inspanning een negatief effect op slapen kan hebben. Ja, daar hebben vooral als die natuurlijk te kort vol. Op het slaapmoment. Op het slaapmoment. Ja. Uh, hebben denk met uh, de. we ja, ja. ja, die studies zijn er wel, hè, maar dan, ja, is het dan, dan, dan zie je eigenlijk sporten als ook een, een, een stressstimulus. Precies. Uh, die ook, uh, ja, dat, die moet je verwerken, zeg ja. maar. En daar heb je bepaalde. En het zou dus kunnen dat de cooling down bijdraagt om ja. dat niveau van stress omlaag ja. te brengen. Komen we zo op. Overtraining hebben we het ook laatst over gehad. Komt daar ook alweer een beetje samen, natuurlijk. Ja. als jij dus dat. Ja, het gaat om het moment van trainen versus herstellen. Of eigenlijk die balans. Dat was bij overtraining heel belangrijk. Bij ondertraining ook weer. Hè. Daar gaat het uit om. Dan gaat eigenlijk dat stukje in die balans van het herstel, kun je dat bevorderen door een met een cooling down. Ja. Um, dus ja, dat zijn inderdaad Dus dit is... zijn allerlei manieren waarop je zou kunnen meten of kunnen gaan meten of wordt gemeten in de wereld ja. heeft een cooling down ja. effect of niet. Waarbij we zeggen cooling down is het nog even door doen van de celbeweging. Precies. lage intensiteit tijdsduur. Niks over gezegd in de literatuur. Helder. Ik ja. snap hem. En blessures is denk ik ook een die je altijd ja. zegt van nou minder last van. Dan zou je kunnen gaan meten mensen die coolingsdowns doen, ja. hebben die minder blessures ja. dan anderen. Nou en Bas die heeft echt uh, flink zijn best gedaan, heeft met een e-mail anders geschreven zag ik. Ja dat zijn toch al snel honderd studies, uh, veel verschillende sporten, veel voetballers ook wel en basketballers en uh, nou, gewoon alle zaken op een rij gezet en dan uh, heeft hij een uh, eigenlijk uh, een mooie tabel. Ja, en dan, uh, waarin hij al die, die studies hebben... heeft zitten ja. turven. Waarbij hij heel makkelijk voor, onze, voor de lezer heeft gezegd, oké, okay, als de positieve eigenlijk effect is van de cooling down, dan, dan komt hij in een groen uh, vlaggetje tevoorschijn. Ja. Voor onze kijkers op YouTube die zien hem nu in beeld. Hè? Dus ja. we, zien drie, we zien allerlei effecten, uh, fysiologische effecten, psychologische effecten, sportperformance en lange termijn effecten. Ja. En dan een groene, een blauwe en een rode kolom. Ja. En dan denk ik, dan beginnen we een beetje, En daar heeft hij alle studies die laten zien. Wat hey, en rood lijkt is. me duidelijk, rood is geen effect, nee, groen is een, wel effect. Ja, uh, rood is juist negatief effect, werkt ah. de verkeerde kant op. Oké. Okay. Nou, dan de bovenste lijn, dat is, uh, daar hebben we denk ik nog, ja, afvalstoffen hebben we het over in gehad. In het bloed, ja. ja. En dan blijkt inderdaad dat dus in de grote meerderheid van die studies die gedaan zijn, uh, 18, meer dan 18... Dat, uh, je ziet een sneller uh, verdwijnen van het lactaat uit je bloed... wanneer je een cooling down hebt gedaan. Aha. Nou, dat denk je dat is positief. Lijkt goed. Alleen dan is de cave hier, die, uh, die Bas ook wel benoemd. Ja. Maar uh, vergeet niet, die lactaat is sowieso al na een aantal uur weg. Uh, dus hij vraagt zich af... is het fijn dat je dan misschien een half uur eerder je lactaat verdwenen is... Mm -hmm. Maar functioneel, wat betekent dat eigenlijk? En zelfs de andere kant op. Ja, wat ik net al benoemde. Lactaat moeten we niet zien als een, als een hele kwalijke stof. Maar misschien maar, ook wel een belangrijke nou ja, bouwstof-adaptatiestof. Dus het is: klopt, afvalstoffen. Als je. Stof wow, maar wat lactaat. jij hier doet, ik dacht, we hoeven over één, over één ding ja. geen discussie te hebben als ik naar die tabel kijk, maar dat dus oké, okay, dus van, hij heeft twintig studies gevonden, daarvan of meer dan, en daarvan hebben er achttien gezegd, ja hoor, bloed, eh, lactaatwaarden ja. in het bloed nemen af door een cooling down. Ja. Dat is, dat is een feitelijke vaststelling. Dat is een feitelijke vaststelling, maar, maar vervolgens gaat het ja. om het interpreteren. Ja. Daarvan is dat goed of slecht? En ik denk, kijk twintig jaar geleden zei ze, ja, dit is alleen maar goed. Want ja. Lactaat afvalstoffen. Nou, daar moest ik aan denken ik net weet. bij onze wielrenners. Ja. Maar inmiddels hè, daarom moet de rollebank een beetje ja. de afvalstoffen ja. eruit fietsen ja. toch? Ja, ja. ja. mogelijk. Uh, ook wat, wat Bas ook wel zegt is, ja, maar je meet, hebben we het ook al over gehad, denk ik bij de bicarbonaat bijvoorbeeld, lactaat meet je in het bloed, maar het gaat natuurlijk om lactaat in de spier. En dan is de vraag van ja, hoe goed is die bloedwaarde weer een afspiegeling van de spier? Dus het kan zijn dat jou uh, dat het natuurlijk helpt van oké, okay, uh, misschien met het bufferen van vanuit het bloed. Ja. Prima. Uh, maar in de spier zelf moet je ook kijken. Ja, zou je biopte moeten nemen? Toch nog dat even dat is heel weinig goed gebeurt. deze twijfelzaaiing uh, begrijpen, ja. Jurgen. Jij zegt lactaat is niet per se slecht. Bas zegt ook: is het wel goed dat het sneller wordt afgevoerd? Toch even, waar is dat lactaat dan goed voor? Nou, dat zijn meerdere lactaten sowieso. Ja, daar komen ze achter eigenlijk een soort hormoon verder. Ook voor adaptatie. Uh, het is sowieso ook tijdens inspanning een brandstof voor hersenen en, en voor je hart. Maar ze denken nu ook aan een hele andere. Uh, dus je ja, maar signaal... zeggen: het feit dat die stoffen daar zijn, als een signal, ja. dat triggert het lichaam juist om bijvoorbeeld meer ja. eiwitten naar die spieren te sturen. Mogelijk, dus ja. mogen. Ja, Het is wel iets heel dat mogelijk. is mijn, mijn interpretatie. Bas zegt eigenlijk meer van: ja. Functioneel, kijk, um, wil je eigenlijk je herstel, uh, ga je pas na een dag meten, toch? Naar ja, inspanning. Ja boeio dan eigenlijk, dat je lactaat dan uh, iets eerder opgeruimd is. Ja, behalve dus, als je wielrenner bent en die volgende dag alweer in een volgende berg. Ja, maar dan praat je, je dus over een halve dag verschil, die, 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 ja. die lui komen om. Ja, nee, kan. Ja, toch? Nou, Zeker. Ja. Hey, uh, deze slimme ja. presteren podcast moet antwoorden geven, maar ja, nu zijn we nee, juist twijfel dus aan het zagen. We gaan dus, oh ja, muscle tissue lactaat is een volgende. Dan ja. zegt hij, oké, okay, dan ziet hij ook nog een klein verschil. Nee, we gaan nou, denk ik, de volgende stap is naar de muscle soreness. Dat ja. is dus die doms waar het over gehad hebben, dus de spierpijn. Drie, spierpijn. En dan ja. zien we dat hij 16 studies heeft gevonden die daarover gaan, ja. waarbij hij de 14 zegt, die zitten in dat blauw, ja. ik zou zeggen oranje, tussen rood en groen, maar dus in ieder geval niks. geen overzicht. verschil uh, met een passieve eigenlijk, wow. dus als je niks, als je geen actieve cooling down hebt. Dit is. is een belangrijke ja. bouwsteen in een slimme dat dat is, is De, dus de gewoon... wetenschap zegt, cooling downs helpen niet tegen nee. spierpijn. Nee, en dat is eigenlijk vaak aan de hand, gewoon ook van uh, juist gevraagd aan mensen van oké, okay, uh, zet maar op een schaal van, van, van 0 tot 10. Hoeveel, of hoeveel pijn je hebt? Dus ja. die subjectieve beleving uh, van. Geen verschil. Nou kan je zeggen, nou ja, goed, je gevoel werkt hier niet. Dus hij heeft ook gekeken naar de markers van de spierschade, waar ik het over had, die ja. enzymen. Ja, ja daar zie je ook nog de meerderheid, zes studies in het blauw en twee in het groen dus die bevestigen eigenlijk dat waarschijnlijk op dus spieren is wel toch geschaderd. een beetje twijfel. Hè? twee in het groen wil zeggen er, er circuleren ja. twee studies die zeggen het helpt wat deze. dus ja. als nou straks iemand zegt, nou ik ja. heb gelezen dat, ja klopt. dat klopt, ja. maar het gaat nu even over het volume. Ja. dat de meeste wetenschappers zeggen wij nemen geen verschil. Ja. Ja. doet het dan nog meer op spieren? Nou daar heeft hij de neuromuscular function en de contractiele eigenschap. heb hij heeft, denk ik gewoon gekeken naar activeren van je spier vanuit de zenuw of misschien wel naar spierkracht op die manier. Nou, Maakt niks uit, Ook hè? Niks blauw, uit, drie maak... keer blauw. Dan staat er iets met een, de hoogste waarde van de kolom in rood. En rood, zei jij, het wil zeggen, het is een, ja. uh, een anti-effect. Het is juist negatief, ja, negatief effect. Dat is de Muscle Glycogen Resynthesis. Ja. Wat is de, de dat? Is de Nederlands, glico, het ja, doet. je glycogeen, Dus je, we hebben suikers, belangrijke ja. brandstof, tijdens de sporten. Ja. Die, uh, die zijn opgeslagen in glycogeen, ja. in spier en lever. Ja. Die verbruik jij als ja. je vooral intensief traint. En die wil je eigenlijk na afloop uh, weer aanvullen. Dat is de, de resynthese. Ja. Dat dus, is het aanvullen van je glycogeen. Uh, dus wordt opnieuw aangemaakt. Dus de, waarom doe je dan na afloop... neem je natuurlijk je eiwitten in combinatie met een beetje suiker. Ja. En dat is... Uh, of hij haalt al wat suiker gewoon uit het bloed of... Uh, ja, ja, en hij ja, gaat dan ja. uh, je glycogeen weer aanvullen. En dan en blijkt eigenlijk... En staat hier nou... Ja, dat het... <laughs> In vijf studies laat zien... Vijf van de acht. Dus ja. dat is toch niet helemaal uh, on ja. onomstotelijk. Maar in vijf van de acht zeggen ze... dat ja. glycogeen aanvullen wordt tegengewerkt... Ja, door om, een cooling down. Omdat misschien is het gewoon ook zo... Van, we hebben het misschien ook bij aflevering twee over gehad... Van, was er nou zo ja, echt zo'n de window of opportunity is dan belangrijk om een bepaald tijdstip jouw herstel, drank of uh, herstel ja. eten te nemen. Heb ik altijd clip nee? Maakt niet uh, nee, uit. Nee, maakt niet Maar misschien is het in het geval van de glycogeen wel iets belangrijker dat je dat toch snel na de uh, inspanning uh, doet. Uh, daarbij, volgens mij, is het ook sec genomen. Ja, Hoe langer jij gaat uitlopen of een warme uh, warm, cooling down doet ja. of uitfietsen, ja hoe later jij aan je eten begint, zeg maar. Dus het hangt... Ik kan deze studies niet één voor één even Jammer. oplepelen. Jammer. Nee, dat snap ik ook wel, dat ik je nu overvraag. Maar, maar ik ben wel nieuwsgierig hoe dat nou komt... Nou, af, volgens het mij is, is Bas waarschuwt dan ook aan de hand hiervan... ja, doe die cooling down ook niet te gek. Ja, ja. Dat je toch mensen hebt die dan misschien... zelfs uh, langer dan een kwartier... best wel intensief nog doorgaan. Ja. Want daarmee uh, ja, je, uh, verbruik je misschien ook nog steeds wat, 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 wat glycogeen. Je stelt dat moment uit waarop jij eigenlijk die rust gaat nemen en waarop jij uh, die, uh, die glycogeen weer gaat aanvullen en gaat aanmaken vanuit het lichaam. Ja. En ja, dus uh, kijk, het kan zijn natuurlijk dat ze die, 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 die studies misschien een uur al na, na afloop van een. Uh, uh, een training gedaan hebben of een ja, inspanning. Ja, ja. ja. Dan kan je voorstellen dat je dan achterloopt met je klikelijn. Ja, en dat recintatie. een kwartier scheelt nogal. Ook daar 000. kan je dan zeggen: oké, okay, boeio, als het uh, een dag later maar in orde is. Ja. Ja, dus. Um... Boeio. Dat is een term die je niet zo vaak hoort. Nee. Maar die pik ik ook uit. Dat is al twee keer vandaag volgens ja, boeio. mij. Hè? Boeio. Hé, ja. Hey, boeio. Ik zit even door die tabel te neuzen. Immunsysteem. Oké. Ja, imu imuunsysteem. Imuunsysteem. Okay, ja wel je, wat positief effect. Ja. Dan hier. Op je cardiovasculaire en respiratoire systeem. systeem. Ja. Oftewel hart-long. Er ja. worden veel positieve effecten gevonden van een cooling down. Ik denk dat ze gekeken hebben naar hoe snel jouw hartslag weer naar normaal is. Precies. En dat helpt natuurlijk. Ja, zoiets. Lichte ik, inspanning. Ja, die op helpt die je. Deze vind ik ook interessant. Denk ja. ik, hé, hey, hier wordt een algemene wijsheid om zeep geholpen, namelijk uh, sweatweet, zweet en uh, thermoregulatie. Ja. Ze zeggen altijd, even, even blijven joggen om, om niet te snel af te koelen. Ja, maar... Staat hier dus in de blauwe kolom, alle studies zeggen uh, ja. onzin, geen ja, effect waargenomen. Maar dan ga je uit van te veel afkoelen. Ja. Dit is ook de andere kant op bedoeld, dat ze zeggen, ja, nog even extra uitzweten. Oh ja. Dat je daarmee even... Ben je ja, niet heck... overhit? Ja, jouw kerntemperatuur is al iets opgelopen. Je hebt het in de warmte. Als je nog even door even doorzweet, dan raak je nog even die restwarmte kwijt, zo maar zeggen. Ja. En dus het voelt uh, logisch. Ja. Voelt gezond. Nou ja, in die Wetenschap zes, zegt hier, sorry, we zien zes geen effect. Die studies heeft dan echt gekeken naar kerntemperatuur, want daar gaat het ja. uiteindelijk om. Nou, dat maakt niks uit of jij nou neerploft direct. Oh jee. Een afloop en of, Dus uh, even naar onze voetballers. Ja. In ieder geval op dit thema Slami maakt dat nog niet zoveel uit. Nee. <laughs> Die weten dit denk ik al lang. Ja, maar we gaan nog even door. Want hij heeft ook gekeken naar psychologische effecten. Of het nog iets uitmaakt voor je stemming, voor je zelfperceptie of voor je slaap. Helaas ja. niks. Maakt niks uit. En dan is wel het maffe dat... Dan, dus dat wordt echt gemeten met die schalen waar, waar Stefan het ook over had. Hè? Ja. Die redelijk ja, ge geobjectiveerd zijn inmiddels. Ja. Wordt dan toch aan de mensen gevraagd van... Hey, geloof jij in een cooling down of heeft een cooling down nut? Dat zeggen ze eigenlijk volmondig, ja. Hm. Want eh, fysiologisch, dat weet ik niet. Maar mentaal zeker. Want ja, ik. Eh, betere stemming, ik voel me uitgeruster daardoor. En dan moet ik wel denken, is recent dat appte jij mij volgens mij door een Nederlandse studie geweest. Uh, die hebben gekeken naar, ja, de mentale. Uh, ja. Mentale interferentie zomer is niet het beste woord. Um, het belang eigenlijk van um, dat je na jouw training of wedstrijd even de tijd neemt om ja, stoom af te blazen, maar dan mentaal. mentaal gezien, ja, mentale rust. Ja, ja, om eigenlijk, kijk, anders ga jij naar huis en zit je nog te piekeren van training ging niet zo lekker, of je zit nog vol van de wedstrijd, of en juist misschien met teamsporten van Jezus uh, Pietje, die, ja. Uh, ja, die moet ik eigenlijk... Ja, die, die moet pas... er iets mee, allerlei sociale ja. dynamieken ingewikkeld. Precies. Ja. En daar kwam eigenlijk van dat belang van... Um, ja, kijk, dat, de vraag is, moet dan echt de cooling down? mentale cooling down is eigenlijk dat je met, met je teamgenootjes met name nog even gaat nabespreken... Nou. Even over de wereld van de amateurs gesproken, die lopen hier dan toch voor op de pros. Want de derde helft is ja. toch precies wat nou, het ja, is. Ja, ergens toch? wel, zeker. <laughs> ja. Maar nogmaals, ja, en ik denk dat voor een, een groep mensen zullen zeggen. Nou, uh, even nuttige met het uh, aangename uh, combineren. Dan gaan we dat in dribbelvorm doen. Of nou, in ja. rustig Verna fietsvorm. En ja, ja, even ja. nakletsen. terwijl we nog steeds aan het uh, afbouwen. Echt actieve cooling down hebben. Ja. Dus die, die twee zullen dan. Die zijn prima te combineren. Laat ik ja. het zeggen. Nakletsen en cooling down. Eh, dus ja, daar zit misschien wel iets in wat die, uh, die schalen onvoldoende dan meten. Maar ja. Zek genomen, als Je jij een zeggen... aantal uren slaap meet. Een je geen verschil. Nee. Hey, en dan, en hier gaat mijn heilig huisje. Jij hebt natuurlijk uh, wel voorbereid en ik nog niet. Dus ik kijk nu ja. live niet in de tabel. Ik met mijn goede idee. Ja, maar die wielrenners, die moeten ja. de volgende dag weer. Dat is natuurlijk al nee. lang wetenschappelijk onderzocht. En uitgebreid. We kijken hier in de tabel ja. naar de regels. Same day performance. Dus zelfs. Die vind ik helemaal schokkend. Als je dezelfde dag nog een keer peak performance moet cooling ja, down, ja, wordt hier gaat, geen effect gemeten. Het gaat over inspanningen die je uh, vier uur ja. van elkaar al gaat doen of zo. En of next ja. day performance ja. ook. Alle wetenschappelijke ja. studies, en er zijn er veertien in dit geval, zeggen wij, maken ja. geen verschil of iemand een cooling down doet ja. of niet. Maar Moeten dan... we hier voorzichtig zijn? Want, wat is een cooling down precies en wat ja. heb je precies gemeten? En dan moet ik zeggen, dat, uh, dat heeft Bas hier niet verwerkt, maar wel in zijn artikel zegt hij: ja, eigenlijk al deze studies hebben een bepaalde maat van prestatie gemeten, maar dan gaat het wel om kracht. Sprintkracht en sprintvermogen. Mm -hmm. En bijvoorbeeld ook sprongkracht, en nou ja, maar nooit echt goed duurvermogen. Ah. Dus onze de wielrenners. Het kan zijn, nog steeds dat nog zij steeds meer weten bezig. dan Bas van der Horen weet. En, dan en dat wij, deze studies hebben ja. kunnen onderzoeken. Ja. En dan kijken we nog in de laatste regel. Er staat lange termijn effecten. Iets over blessurepreventie en eventueel de adaptieve uh, ja. respons. Oftewel, dat het, het beter zou zijn voor trainingseffecten. Ja, maar dat is één studie. Ja. Eén studie heeft daar wel toch positieve effecten voor gevonden. Ja. Maar ik zou zeggen de injury, injury prevention, dus de ja, blessure geen verschil. Geen verschil. Nee. Maar uh, waar brengt ons dat dan, uh, Jurgen? Als ja. wij uh, langzaam. We gaan zo nog even met uh, Vroemen kijken wat hij met zijn uh, fanatieke atleten doet. Ik denk dat hij daar gaat roepen dat wij verouderde inzichten hebben, dat we het allemaal niet begrepen hebben. Maar op basis van deze wetenschappelijke overzichtstudie. Ja, kan, ik kan wel een beetje aanvoelen waar we heen gaan. <laughs> ja, uh, ik zou. Ja, nee, ja, onzin, inderdaad. Ja. Vanuit en, uh... een wetenschappelijk, fysiologisch beredeneerd perspectief ja. zien we geen. Ja aantoonbare positieve effecten. Nee, dus al die uh, aannames die we van tevoren hadden en die veel mensen hebben, denk ik, met uh, nou, minder spierpijn, minder spierschade, nou, dat sneller herstel. Niet. Dat zien we allemaal niet terug. Nee. Uh, we wel ja. interessant, maar dat is eigenlijk een soort hypothese die hij hier introduceert. Misschien wel op dat mentale effect. Ja. Hè, dat je gewoon door even rustig uit te joggen of uit te dribbelen even jezelf de kans geeft om uit de uh, stress situatie ja. te komen. Zeker ja. bij een wedstrijd. Ja. Ja, en baat het niet, schaadt het niet. Um, nou ja, de ene studie waar we het even over hadden, of die vijf studies, die zeggen ja, overdrijf niet met dat uh, nee. cooling down. Ga nee. vooral niet te lang en te intensief, want uh, ja, dan kom je in de knoop eigenlijk met het aanvullen van je glucose. En dat weet ik wel natuurlijk van die wielrenners, maar die moeten zo verschrikkelijk veel bijeten na afloop. Ja, daar daar elke neer. seconde telt, hij een beetje. Dus die gaan op die fiets wel meteen met een een, een drankje. Uh, ja, zitten. meteen aanvullen. Dus die, die doen dat dan uh, wel meteen goed, denk ik. Dus Kortom, daar zit het een beetje. Ah, ja. Ik heb gemengde gevoelens op dit moment. Ik ben <laughs> ergens blij dat we onze luisteraars niet hoeven te vertellen met een vintje. U zult ja, ook nog nee. een cooling down moeten doen. Uh, aan de andere kant, ja, het voelde dus zo logisch. Maar nee, dus ik, uh, laten we maar gauw Guido erbij halen. Ja. Want die moet hier uitsluitend over gaan geven. Ik hoop het dat hij dat kan. We gaan Guido. Guido, hey, goedemorgen. U. Hoi, hoi. Um, wij zijn al een tijdje uh, lekker aan het afkoelen. Uh, erg wetenschappelijke uh, reviews aan het behandelen over de cooling down. Kunnen we zo misschien nog een beetje met je delen. Maar eerst willen we eens even jouw ervaring weten. Cooling down bedoelen we in deze aflevering mee. Het actief uitdribbelen, uitfietsen, uh, dat soort dingen. Uh, vraag 1. Uh, is dat onderdeel van de protocollen, routines die jij je atleten aanraadt? Nee, niet heel strikt. Nee? Nee. En dan is de vervolgvraag: uh, ja, waar, waarom niet? Dat is, laat ik een beetje aan uh, de atleten ook zelf van hetzelfde weet je, als bij de warming-up. Dan mag je ook. Het doel van de warming-up is eigenlijk gewoon hè, klaarmaken voor de training uh, wat je moet gaan doen. Uh, het doel van de cooling-down is eigenlijk weer terugkomen naar de basis en hoe je dat doet en, en hoe lang je dat doet en, en wat je dan doet. Dan moet je eigenlijk doen wat je prettig vindt. Mogen atleten mogen jou ook gewoon stoppen? Na een wedstrijd of na een... Uh, uh, dat ze meteen gewoon uh, gaan zitten. Klaar. Spullen uit. wat. Of moet er... Ja, ook, dan, je hebt uh, niet... Uh, de meesten hebben niet zo'n crew. En die zetten die, die indoor trainer daar klaar. En op de fiets en uit fietsen. Hè, wat je de speel nu ziet. Ja. Nou, daar, ja. Hadden, we het, daar hadden we het over. Dit is echt iets ja. van de laatste jaren. Sky mee begonnen... In de inmiddels doen ze het allemaal. Eh, ja. ja, nou, de literatuur die ik gevonden heb, maar die is niet specifiek heel erg over wielrenners en, en, en duurprestatie nog weinig gevonden, maar. Al die andere studies laten nou, geen effect te zien, een positief effect van een cooling down. Wij begonnen, op... wij begonnen voordat we met jou gingen zoomen te neigen naar de conclusie, joh, een cooling ja. down als, als strikt voorschrift is misschien wel onzin. Het enige wat wij dan nog niet helemaal begrepen, waarom doen die profielrenners ja. dat dan allemaal? Weet jij dat? Ja, kijk, wat je het meestal ziet, dat zijn die meerdaagse wedstrijden. Ja, dus nou, laten we zeggen, dan de grote rondes, daar zie je het veel. Ja, dan komen ze over de finish en dan bruit, meteen, zeker in die bergetappes, um, dan gaan ze daarna nog even. Maar dan is het ook zo dat je daar. Wat gebeurt er dan in die race? Je gaat, als, uh, uh, je gaat op het laatste stuk, misschien een uur, een half uur, drie, een kwartier, tot het gaatje en dan is de finish en dan is klaar. Um, en als je dan nog op, op een. Laag niveau, laten we zeggen 50-60% van je FTP, nog een beetje kunt door blijven bewegen, dan um, krijg je eigenlijk daardoor um, uh, het herstel, uh, het lactaat, wat je gemaakt hebt, dat verbruik je daardoor ook weer. Dat kun je weer omzetten, waardoor je eigenlijk ook weer een nieuwe glucose aanmaakt, et cetera, krijgt. De H wordt gebufferd. Al die dingen die gaan in die actieve fase sneller. Beter dan als je dan in één keer stopt. En het is dan ook nog een nadeel. Dat je. Um, zij moeten daarna in zo'n bus. En dan moeten ze nog een uur rijden. Misschien nog wel twee uur rijden. Voordat ze uh, uh, in het hotel zijn. En daar komt er echt helemaal niks meer van. Ja. Ja, nu. Want we hadden het erover. Want er waren inderdaad studies die wel laten zien dat lactaat eerder afgevoerd is. Maar ja, daar werd wel meteen ja. een kanttekening geplaatst. Ja. Boejo, boeio, want het uiteindelijke herstel had het niet zoveel effect op. Maar nu zeg je eigenlijk, ja, op die manier kan je lactaat ook beter inzetten als jij nog aan het sporten bent, want daarvoor is lactaat. Ja. Die hebben we al uitgelegd. Die moeten we niet zien als een boosdoener, maar juist als een hele nuttige stof. Dus eigenlijk zeg jij, op, uh, op die manier kun jij lactaat tijdens de inspanning nuttig inzetten voor adaptatieprocessen bijvoorbeeld of mogelijk uh, ja, andere als signaalstof. Ah, zo had ik hem nog niet bekeken, maar ik denk. Uh, weet je of er echt studies ook gedaan zijn? Of dat het toch ja, iets, ge, iets gekomen is, waar Sky dat als eerste en dat de andere ploegen uiteindelijk denken: ja, laten wij dit ook maar doen. Ken je literatuur? Ja, nee, nou, ik, ik weet er niet direct uh, studies van. Maar het is ook wel iets wat je, uh, zeg maar, als je actief, als je wielrenner of atleet bent, als je direct na een zware inspanning moet stoppen en. Um, uh, dan doe je, wil je liever even uh, terugkomen naar de basics, op een rustiger, uh, zeg maar op een rustigere manier en zo cooling down. En even, met name mindset weer even terug naar uh, aarde. Ja, precies. Dus dit is ook een men mentale uh, afschakeling, ja. wil ik maar zeggen. Ja, oké. Okay. Ja. Nou. En, en als ik jou goed beluister, want ik zit even mee te luisteren Guido, dank voor deze toelichting en dan nog even vertalen naar de wereld van de amateur. Is het dan ook een soort effect dat doordat je licht in inspanning bent eigenlijk alle lichaamsprocessen op een wat hoger temperatuur, tempo, volume draaien, dat, dat, dat daar een soort algemeen voordeel aan zit of, of ga je zover niet? Nee snap, je vraag niet helemaal. Hoe, nou, hoe die... omdat op het moment dat ik natuurlijk in plaats van stil zit nog in een lichte... Hè, stel, ik heb een hartslag nog van ja. 90 of 120 ja, en mijn ja. bloedstroom wat harder rond. Dat, dat, dat daar überhaupt voordelen aan zijn? Ja. Nee, nou ik hoor het al. Nee, ik nee, toets ja. het even bij de sporthuis. Uiteindelijk moet je nee. toch gaan herstellen ergens, ja. Ja, je... ja. Nou, ja, dus die rust moet toch wel. Ja, 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 en zeker bij, hè, wat die inspanningen betreft, ook de warmte, de temperatuur van jezelf. ja. Daar wil je eigenlijk, als het heel warm is, wil je eigenlijk dat het liefst zo snel mogelijk omlaag krijgen. Je, je, je zult ze, als ze in de Tour de France in een etappe rijden waar het, nou ja, laten we zeggen, 35, 40 graden buiten is. Dan zullen ze hun, hun, hun eerste taak die ze dan hebben, is gewoon het lichaam afkoelen en niet zozeer meteen door gaan fietsen op, op een rustiger niveau. Dan is het eigenlijk met name de temperatuur omlaag brengen. Ja. ja. Helder. Zeker. Dus conclusie: durven we hem te trekken? In principe een strikt cooling down protocol verklaren we hierbij tot onzin. Ja. Er zijn wel voordelen. Je refereerde al. Misschien mentaal, misschien afbouwen. En uh, de topsporters hebben daar wel baat bij. Als je daarna twee uur in de bus moet. Maak je geen zorgen als je een keer denkt van: Hey shit, ik heb geen cooling down gedaan nee. of uh, ik heb er even geen zin in. Het komt allemaal Kaak, goed neer gaan ja. zitten, is ook prima. Mooi, dankjewel. Ik ben benieuwd ja. of jij daar uh, baat bij gaat hebben. Wat jouw ervaringen zijn. Of als je argumenten hebt waarom jij wel degelijk heel erg strikt aan een uh, cooling down protocol voldoet. Uh, draag bij aan de kennis van de Slimme Presteren Podcast. Dat kan via een aantal uh, manieren. We kunnen het voortaan ook als trio doen, natuurlijk. <laughs> Jurgen, doe jij iedereen. Guido, doe jij iedereen. Het is uh, social media, de slimme podcast. op Twitter en. Insta. Instagram, hè? op de gram zijn we te vinden. Dan vind je van iedere aflevering een post. Daar kun je op reageren en die kun je doorsturen naar andere mensen. Uh, we hebben ook een website, www.slimmerpodcast.nl. Vind je van iedere aflevering een eigen webpagina en daar kun je op reageren. En je kan naar ons mailen, naar post.slimmerpodcast.nl. Vinden we ook leuk om te zien en uh, we nemen dat altijd mee. Suggesties voor nieuwe onderwerpen, vragen, verduidelijkingen, aanvullingen. Het is allemaal welkom, meer dan welkom. Daarmee komen we aan het einde van deze mooie aflevering over de cooling down. Ik zeg: ja. uh, we kletsen nog even rustig door. Wat is het? Dezelfde activiteit op een lagere inspanning. Precies. Ja. <laughs> Tot volgende week, Guido. Yo. Yo.